Lieve mensen, hallo, ik ben Wout en wil je over Jezus vertellen. Zo heeft God de wereld niet door het aanneembare gemaakt. We kunnen hem niet aannemen, want we waren er niet bij. En soms kunnen we gewoon dingen niet geloven. Kunnen we niet geloven dat er een God is die van jou houdt. Soms lijkt het of er geen God is die van jou houdt. Van de wereld houdt. Maar die is wel. Lieve mensen. Ons geheugen is opgebouwd uit beeldenissen van vroeger uit. En daarom is het zo belangrijk. We weten dat God bestaat. En God echt de wereld gemaakt heeft. En wij tot zijn schepping behoren. Ons geheugen is opgebouwd uit beeldenissen. Maar ons geheugen kan niet zonder ons begrip. Het begrip, onze associaties, bepaalde dingen te kunnen zien, om bepaalde dingen op te bouwen, om te begrijpen. Zo zijn we van vroeger uit, ja, zo begonnen. Zo weten we nog heel goed van vroeger. Een vierkant. De vierkante vorm en de ronde blokjes deden we in de ronde vorm en de driehoekige vorm blokjes deden we in de driehoek vorm. Oké. Dat weten wij vanuit ons geheugen, is ons geheugen opgebouwd uit beeldenissen. Want we probeerden vroeger wel eens, die driehoek, in die cirkel te drukken. Maar dat wilde niet. Ja, en we hebben wel eens geprobeerd om een vierkant in die cirkel te drukken, maar dat wou ook niet. Want een cirkel, die heeft vier hoeken. En die driehoek heeft geen vier hoeken. Maar soms lijken dingen niet te kunnen, maar kunnen wel. Als ik nu zeg dat een vierkant ook een cirkel kan zijn. Een vierkant met vier hoeken, aangesloten aan de vier hoeken van de cirkel. En de driehoek. Aangesloten aan de driehoeken van de vierhoeken van de cirkel, van de vierkant. Geloof je dat het kan? Geloof je dat een vierkant aangesloten kan zijn aan de vier hoeken van de cirkel? En diezelfde vierkant is aangesloten aan de vier hoeken van de cirkel. Maar ook aan de driehoeken van de driehoek. Denk je dat het kan? Geloof je dat het kan? Soms lijken dingen niet te kunnen, maar kunnen wel. Ja, Wout, ja. Eerst zien en dan geloven. Andersom. Het is eerst geloven en dan zien. Immers. Ons geheugen is opgebouwd uit beeldenissen. En daarom is het misschien zo moeilijk geloven. Daarom is geloven misschien zo moeilijk. Het vertrouwen op iets wat je nog niet kan zien. Dat Gods hemel, nieuwe hemel en aarde straks ziet.
voor ons is. Voor ieder die in hem gelooft. Maar, dus ik beweer, zeg maar, dat een cirkel een vierkant kan zijn. En een vierkant ook een cirkel. Maar diezelfde cirkel ook een driehoek. Soms lijken dingen niet te kunnen, maar kunnen wel. Want een vierkant is een vierkant. En een driehoek is een driehoek. En een cirkel is een cirkel. Soms lijken dingen niet te kunnen, maar kunnen wel. Soms lijkt het niet of er een God is die van jou houdt. Soms kun je haast niet begrijpen, maar enkel geloven. En Jezus zei, uit geloof zijn wij gered. Er zijn zelfs professors die echt heel veel geleerd hebben. Echt heel veel. Maar puur uit wetenschap. Niet uit geloof. Salomo in wijsheden. Daar gaan een heel stuk over wijsheden. Maar als je door alles heen kijkt naar wat er staat. Dan begint het mee. En door alles heen. Met ontzag voor God. Wil je wijs zijn? Wil je echt wijs zijn? Wil je echt wijs zijn? Echte wijsheid begint met ontzag voor God. Ja, maar ik geloof niet dat de wereld in 7 dagen ontstaan is. Hoor. Dat kan er niet bij. En professors zeggen van ja, ik heb er heel veel geleerd. Maar ik kan er niet bij dat er... Nee, ik kan er niet bij. Precies. Ons geheugen is tekort. Ons begrip kan niet zonder ons verstand. We hebben associatie nodig. Dus de professors... Paul professors die zeggen van ja, er bestaat geen drie-enige God. Die hebben daar moeite mee. Dat er in het begin van de Bijbel staat er van, ik ben de enige God. En later zie je dat er zegt en dat er een drie-enige God bestaat. Soms lijken dingen niet te kunnen, maar kunnen wel. Maar het is niet eerst zien en dan geloven, maar het is geloven en dan zien. De Vader. De Zoon. En de Heilige Geest. In één. Soms lijken dingen niet te kunnen, maar kunnen wel. God houdt van jou. En God is met liefde bewogen over jou. En ik durf het gewoon te zeggen, omdat ik weet gewoon dat ik niet hier ben op aarde om mensen te veroordelen. Zo Jezus ook niet op aarde is gekomen om mensen te veroordelen. Wie ben ik dan? En als ik gewoon uitga, dat er velen van ons, tot zijn koninkrijk geroepen zijn, dan zeg ik tegen u allemaal, God bless you. Amen.